Je moet dagelijks naar de geestelijke gym. Ja. Als je een gezond geestelijk leven wil ontwikkelen, moet je echt dagelijks naar de geestelijke gym. Trainen, nadenken, mediteren. Mijn gebedsleven is niet elke dag, oh, er is zegen China, zegen Japan, zegen Afrika, zegen Suriname. Ja, dat hoort er ook bij. Maar mijn gebedsleven is soms gewoon een hele ochtend mediteren over iets. Dat ik nadenk over wat God gezegd heeft, want dat valt ook in het gebied van gebed. Hè? En dat maakt dat je anders gaat bidden. Dus iemand die zegt, ik heb geen tijd om de Bijbel te lezen. Ik zeg, maak tijd om te mediteren dan. Maar dat kan je onder de douche doen, je kan het in de auto doen, je kan het bij de bushalte doen. En we zijn geroepen om te mediteren dag en nacht. En dag en nacht betekent dag en nacht. Zowel in het Grieks als in het Nederlands. Ja. Dag en nacht. En Jezus zijn kracht was dat hij elk rema woord wat over hem was gesproken, heeft geloofd. Dit is een openbaring hier hoor. Jezus zijn kracht, want de dingen die in de Bijbel over Jezus geschreven waren en zijn, waren rema woorden. Het waren woorden van God voor hem. Zoon van David, vredevoors, water des levens. En daarom zegt hij ook, ik ben de zoon van God. Al die dingen staan in de Bijbel. De engel zei tegen Maria, hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Dat was een rema woord voor Jezus. En eigenlijk heeft hij daarmee gewerkt zijn leven lang. Want er was constant een fight tussen hem en de religieuze mensen van zijn dagen. En dit was een punt waar ze waarop ze hem aanvielen. Dus je bent Gods zoon. Hij zegt, ik ben het. Dus hij is ons voorbeeld. En hij heeft de Bijbel gelezen. De eerste 30 jaar van zijn leven heeft hij de Bijbel gelezen. Want hij is niet geboren met Bijbelkennis. Want hij was mens. Het was echt niet zo dat Jezus toen die 3 was zei, mama, Deuteronomium 12 vers 9 staat dat en dat. Nee, hij heeft het bestudeerd. En hij heeft tijd genomen ervoor. Terwijl hij ook andere dingen deed. Hij had ook een beroep, timmerman. Want sommige mensen zien hun beroep als een excuus om niet met de dingen van God bezig te zijn. Ja, maar ik heb het druk. Ja, toch hoor je een plek voor de Heer in te bouwen. Ik heb een drukke baan. Dat kan. Jezus had ook een drukke baan. Paulus was erg druk. Petrus was druk. Had een gezin, al die dingen. Maar ze namen tijd voor God. Je maakt een fout om je baan boven God te plaatsen. Maak je een vreselijke fout. Je hoort tijd voor God in te ruimen. Want hoe druk je baan ook is, je drinkt koffie, hè? Ik heb nog niemand horen zeggen, mijn baan is zo druk, ik drink geen koffie. Hoe druk die baan ook is. Hey, 10 uur, koffie man. Je begint die handen te wrijven. Je maakt tijd ervoor. Hoe druk je het ook hebt, je eten. Want je weet, als je niet eet, raak je baan ook kwijt. Dat is ook een doordenker. Dus je blijft eten. En zo moet je ook begrijpen dat als je geestelijk niet traint, als je de Bijbel niet leest en erover nadenkt, maak je een kapitale fout. Want dingen kunnen een hele poos goed gaan en in één keer kan je in een crisis zitten. Weet je dat? Dingen kunnen een hele tijd goed gaan dat je lijkt net God in Frankrijk, om het zo te zeggen. En, denk je, en in één keer kan je in een heel andere toestand terechtkomen. Dat je denkt, hoe is dit gebeurd?
En als je dan niet een wandel met de Heer hebt, kan knap lastig worden. Paniek kan komen, angst kan komen, vrees kan komen. Zelfs de dood kan komen. Dus je maakt een fout als je geestelijk niet traint. De Bijbel moet je lezen of naar luisteren. Een van die twee. Of alle twee. Ik doe beide. Ik luister naar de Bijbel, want ja, dat is heel mooi. Je neemt het in je en je hoort het. Maar lezen is ook goed, want lezen dan bepaal jij je ritme en kan je stil zijn. Allebei is goed. Maar er is zoveel mogelijkheid vandaag de dag om die Bijbel binnen te krijgen. Deze generatie heeft geen excuus. Je kan naar Spotify gaan, de Bijbel is daar. Je kan naar internet gaan, de Bijbel is daar. Allerlei vertalingen. Ik heb zoveel Bijbelvertalingen in mijn app, dat ik ze niet eens allemaal kan nakijken. Er zijn talen bij dat ik denk, jee, wat voor taal is dit nou? Maar je moet tijd nemen om de Bijbel te lezen of ernaar te luisteren. En te mediteren. En Jezus heeft dat gedaan. En waar hij zag dat zijn naam stond, dat nam hij tot zich. Hij nam het tot zich. Daarom kon hij ook zeggen wat over hem geschreven stond. Hij wist het. Hoe denk je dat het komt dat hij die 7 kruiswoorden heeft gesproken aan het kruis? Hij heeft het gelezen. Mijn God, hè, waarom heb je mij verlaten? Mijn dorst. Hij heeft het gelezen. En het wonder is dat hij het heeft kunnen doen. Want ik wil al die kruiswoorden van tevoren lezen, maar tegen de tijd dat ik daar hang, denk ik, bekijk het. Want je hangt aan een kruis. Maar deze man hing aan een kruis en had zoveel power, dat die kruiswoorden komen één voor één eruit. En ik zeg niks anders. Dat laat zien hoe diep hij geworteld was in het woord. En hij kon ook zeggen, over Mozes is geschreven, maar dat betrekking op mij. Daarom als hij is gestaan uit de dood, zegt hij tegen de Emmausgangers, ga lezen wat de profeten van mij zeggen. Ga lezen wat de psalmen zeggen. Ga het lezen, het staat er van mij. Hij wist het. Als hij het niet wist, kon hij het niet zeggen. Dus jij en ik moeten ook dat boek nemen en je naam vinden. En ontdekken, dit zegt God van mij. En dat moet je serieus nemen. Je komt niet hoger dan je meditatie. Preken luisteren is goed. De Bijbel lezen is noodzakelijk. Preken ook. Maar je komt niet hoger als dat je erover gaat mediteren. Is echt Gods sleutel. Is Gods sleutel. Dat je erover denkt wat God je zegt. En je moet leren leven bij elk rema woord van God. Ik neem Gods rema woorden serieus. Ik ga wat zeggen vanavond. Deze kerk zou moeten mediteren over geef mij die streamen. Jullie horen het me heel veel keer zeggen dat God me dat visioen heeft gegeven, geef me de streamen. Hij heeft het in dit huis gegeven. Aan jullie leider. Daar kan je niet aan voorbij gaan. Ik sprak met mevrouw eergisteren erover. Ik zeg, het is een apart woord hoor. Het is zo'n apart woord, het is een openbaring geworden in de christelijke wereld. André Rebet heeft contact met heel wat leiders. Toen hij het de eerste keer van me hoorde, keek die me aan zoals je kan aankijken. En toen ik het uitlegde, zie je André helemaal veranderen. En ik weet, ik was een keer in East London aan het preken van Give Me Those Stripes. Hij zat naast zo'n vrouw, hij gaf haar een elleboog. Hij zegt, listen to this. Dat doet André niet zo gauw, hè. Hij zegt, listen to this. En God geeft me dat visioen van geef me de streamen en ik protesteer. Ik protesteer tegen de Heer. Zoals alle predikers aan wie ik het vertelde. Ik protesteer. Ik zie Jezus voor Pilatus staan en hij wijst naar Pilatus met zijn vinger. Hij zegt, geef mij die streamen. En ik sta daar, mijn eerste reactie is, zo heb ik het niet gelezen. Ik sta klaar om met de Heer te discussiëren. Hij ging niet met me discussiëren. Het visioen verdween, dus ik kon met mezelf discussiëren. Die denkt, ik ga niet met je discussiëren. De volgende dag loop ik met Bob de Jong. Ik weet waar we waren, het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. En ik vertel hem van het visioen.
En terwijl ik met hem praat, zegt de Heer, wie... Want ik vertelde hem, ik heb wat gezien vannacht, wat ik niet begrijp. Terwijl ik dat zei, zei de Heer, wie zegt dat het niet klopt? En het ene na het andere komt uit mijn mond van, heeft ervoor gekozen. Bob keek me aan, hij zegt, dat is zo. Nou wat, waarom denk jij dat God zo'n openbaring gaat geven... terwijl het in de Bijbel staat. Ik denk dat hij weet hoe dingen proberen jou en mij uit te schakelen. En dat hij ons een wapen geeft om die dingen uit te schakelen. Ik heb het verteld in het buitenland. Alle leiders kijken man, in het binnenland ze kijken man. En ze zeggen man, je hebt God horen praten. Rodier Thiel die keek mij aan en zegt, dit komt, heeft hij dit laten zien omdat hij die weg gaat. Je gaat die weg gaan om zijn genezende kracht te brengen. Nou kan je het aanhoren van, heerlijk dat de apostel zo'n visioen heeft gehad. Maar kan het zijn dat God je een stap hoger op wil hebben? Amen. Kan het zijn dat God wil dat je erover mediteert? Je hebt het recht om te zeggen, dit is een visioen van u. Leiders erkennen het wereldwijd. Onze apostel heeft het gekregen. Maar u heeft het niet alleen aan hem gegeven, u heeft het ook voor mij gegeven. En daarover moet je mediteren, want meditatie maakt dat dat ding een deel van je wordt. En wil je niet daarover mediteren, ga dan Jesaja 53 lezen, daar staat het ook. Dus sowieso moet je ermee werken, want dit is een wapen in je hand om gezond te blijven. Kijk hoeveel ziekte er om je heen is. Kijk hoeveel ziekte. Mensen worden geveld. Mensen worden geveld. Ik weet zeker dat iedereen hier een familielid heeft waarvan je denkt, ja, die moet gezond worden, of een vriend of een collega. Maar jij moet niet wachten, don't wait till you get hit. Wacht niet tot je in problemen bent om dan te zeggen, oh Heer, uw apostel laten zien, geef me de streamen. Je moet nu ermee gaan werken, zodat je de rotzooi buiten de deur houdt. Zo heeft Jezus geleefd. Alles wat hij van zichzelf las, daar mediteerde hij over. Daar mediteerde hij over. Je moet ook gaan mediteren over het feit dat God jou wil bewaren. Psalm 91 is een psalm waarvan God zegt, ik wil je bewaren. Je moet ook, hoeveel weten dat je bewaring nodig hebt? Denk niet dat Afghanistan moeilijker is dan Nederland. Het lijkt zo. Ook hier gebeuren allerlei dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Als jij zou weten hoeveel gevaar er langs je gaat elke dag. Je moet God serieus nemen. Heer, ik geloof in bewaring, bescherming. Jeffyson, zo'n vrouw, Saskia zit in de auto. En iemand rijdt, boom, stop erin. Vorige week, auto totaal los. Dank God heeft Saskia bewaard. Wij zitten in de auto op weg naar België, ik weet niet waar we naartoe gingen. En ik sta voor het stoplicht op de Groene Kruisweg. En ik zie een auto echt met een grote snelheid op ons komen. Ik denk, wat? Hij stopt niet. Laatste nippertje wijkt hij nog net uit. Nee, dat was God. En dan kan ik denken, ik rijd door. Maar als ik doorrijd, wat gebeurt er met dat andere verkeer wat er is? Laatste, twee jonge mannen. Ik weet niet wat ze hebben zitten doen. Ik denk, wauw, wat heeft God me bewaard. Wij kwamen... In Ooster, niet Ooster, hoe heet dat ding daar? Alexandrium. We gaan naar huis. Het licht is groen. Gelukkig had ik geen haast. Mijn licht is groen en ik wil gaan rijden. Woep! Weet je nog hoe? Ik heb weinig gemaakt. Het was net een woep. Als ik te veel gas had gegeven, had hij helemaal in mijn flank gezeten. Wat wil ik je vertellen? Je moet geloven in bewaring. Je moet geloven in bescherming. Javier, die hier is geweest afgelopen zondag, hoeveel hebben genoten van Javier? Hij heeft een hart voor zijn, dat is wat je gevoeld hebt. Zijn vrouw gaat in haar kledingkast om een jurkje te pakken of wat het allemaal mag zijn. En wordt er een slang gebeten in Costa Rica. Ik zeg, wat? Hij zegt, ja. Ik zeg, hoe kan het? Hij zegt, we hebben een hond. En we hebben de deur opengelaten. En slang denkt, deur open. Ga naar binnen. Wil een kleding pakken. Ze moesten dat snel naar het ziekenhuis brengen.
Haar zoon heeft die slang gedood. In Nederland brengen ze hem naar Blijdorp. Maar daar... Even cultuurverschil. Maar mijn punt is... Hoeveel bewaring heb je niet nodig? Wij zitten te fietsen in Drenthe. We hebben een mountainbike gepakt. En ik kom van boven naar beneden. Een snelheid. Wat is het heerlijk. De wind. Zo de, en in één keer voel ik hoe mijn wiel uitglijdt. Ik denk, jee! Waarom lach je zo? Wind om haar? Oké. Okay. Zeg ik dat? Zeg ik dat, domme haar? Dat zei je. Nou, ik heb wel haar, maar is klein hoor. Nou, let op. En ik denk, foute boel. Foute boel. En in één keer stond ik weer recht en jezus. Ik knip 220 door thuis in mijn naïviteit. Ik ben tot een punt gekomen dat ik zeg, oh God, ik geloof dat u mij bewaart en beschermt. Soms zijn mensen gestorven door een verdwaalde kogel. Laat iemand zitten schieten, jij komt net langs, boem, over. Je moet gaan mediteren over bewaring, over bescherming, over gezondheid. Je moet ervoor zorgen, door te mediteren, activeer je God. Want hij zegt, dan. Als je dat doet, dan. Nou, Jezus heeft dit gedaan, ik probeer je te helpen. Ik hoop niet dat je vanavond bent gekomen om gewoon een mooie preek te horen. Oh, het is woensdagavond, nou... In plaats van naar Prison Break te kijken, laat ons maar naar de kerk gaan, weet je. Iemand zegt prison wat? Ja, laat maar gaan. Ja. Misschien heeft Volder ook nog wat te zeggen vanavond. Het is beter als thuis. Maar daarvoor ben je niet gekomen. Als goed is ben je gekomen om God te horen. Ik neem God heel serieus. Ik zeg hem, Heer, u bent diezelfde God die met Mozes gepraat heeft, die met Edgar praat. En zoals Mozes u serieus neemt, neem ik je ook serieus. Je moet God serieus nemen. Ik ben overtuigd dat heel wat dingen fout gaan omdat we niet mediteren. God zegt het. God zegt het. Ja, maar waarom is dat niet gebeurd? Zes uur, ik ga altijd naar de kerk, ik lees mijn Bijbel. Dat is prima. Ik bid, is prima. Maar mediteer je ook? Je mediteert wel, maar niet altijd over de dingen van God. Ieder mens mediteert. Kijk, ieder mens praat ook met zichzelf. Ja, wat moet ik nu doen? Volgens mij ga ik me douchen. Waarom hier gewoon gaan douchen, man? Waarom? Ik moet mijn sokken nog aantrekken. Hij heeft me gisteren niet gegroet. Gek, hè? En verder ga ik ga het je niet moeilijker maken. Hij zat naast me, die broeder was dat hij te hoesten, zeg. Jongen, waarom komt hij naar de kerk als hij zo hoest? Ik bedoel. Ik hoor iemand zeggen, Holder, hoe ken je me zo goed, man? Hoe ken je me zo goed? Nou. Wij mediteren allemaal. Maar niet altijd over de goede dingen. Iemand zei, 80% van onze self-talk is negatief. Dat is verschrikkelijk. 80%. Dat is wat. De meeste dingen waar je bang voor bent, gebeuren niet. Weet je dat vrees je kan weghouden om gezonde dingen te doen, normale dingen te doen? Huh? Heeft met meditatie te maken. Nou, Jezus heeft dus geleefd in zijn roeping. En jij moet leren leven in je roeping. Maak aantekeningen, want ik wil je helpen. Leef in Gods waarheid voor jou. Ik praat rustig, ik heb geen haast om door deze preek in te komen. Leef in Gods waarheid voor jou. Voor jou, ja. In het Engels staat er, don't let them talk you out of it. Er zal iemand zijn in dit leven die uit de dingen van God wil praten. Soms zelfs een mede-christen.
Vanmorgen schreef ik het op. Don't let nobody, zo heb ik het opgeschreven. Don't let nobody talk you out of my rema, zei de Heer. Weet je waarom we deze kerk hebben? Ik heb me niet uit Gods rema laten praten. Uiteindelijk zijn we met z'n allen gaan geloven, maar ik was de sleutel. Ik moest Gods rema geloven. En mensen probeerden me eruit te praten, maar ik denk, nee, God heeft gesproken. Weet je waarom ik een apostel ben vandaag? Ik heb me niet laten uit mijn rema laten praten. Christenen spraken met me. Van ja, ik ben nuchter hoor, met andere woorden, jij bent de weg kwijt, jongen. Dat zijn geen leuke dingen hoor. Maar ik dacht, ik heb God gehoord, ik ga God geloven. Jij zal moeten leren om binnen normale geestelijke patronen en principes God te geloven. Nou praat ik niet over rebellie naar je voorganger en naar je leiders, want dat is niet van God. Dus kom niet naar mij toe, God heeft me geopenbaard. En ik moet nu naar China gaan en allerlei toestanden zonder het goed geverifieerd te hebben. God heeft me geopenbaard, ik moet preken in deze kerk. Daar zeg ik je, dat heeft hij mij nog niet geopenbaard. Dus er is een gebied voor jou en er is een gebied voor jou binnen het lichaam van Christus. En er is een gebied voor de leider. Dus je moet met je leider leren samenwerken. En de leider is niet alleen de man op het platform, is het hele leiderschap in een kerk. Anders ga ik mensen tot rebellen maken. En dat is niet de bedoeling van deze prediking. Waar je ook naar de kerk gaat, je gaat om te luisteren. En dat is lastig voor Nederlanders hoor. Want we zijn allemaal theologen en niemand zegt ons wat. De Nederlander is direct hè. En dat is prima. Elk volk heeft zo zijn ding. Maar je moet als Nederlander leren dat je ook als kind van God moet leven. Je mag vrij zijn, je mag je dingen zeggen, je mag je stand innemen. Maar ontdek ook Gods patroon voor je leven. Wat een zachte amen, hè. God heeft een patroon. Ik weet, ik kwam ergens en toen zei iemand tegen mij, ja, kijk in dit land doen mensen de dingen zo. Ik zei, maar waarvoor heb je Gods woord dan? Toen begon hij te lachen. Ze kunnen dingen wel zo doen, maar God zegt toch hoe hij het wil? En hij begon te lachen en zei, je hebt gelijk. Er is geen excuus om een cultuur te gebruiken om Gods woord te veranderen. Bestaat niet. Ja, maar in onze cultuur mag je 3 vrouwen hebben. Wel, als ik in zo'n cultuur kom, al de mannen die 3 vrouwen hebben, gaan ze zo laten. Maar elke man die zich vervolgens bekeert, ga ik leren dat hij moet gaan minimaliseren. Want je bent daar om Gods cultuur je bent daar om mensen te leren. Gods cultuur. Dat was Jezus zijn probleem met het Jodendom. Hij kwam met genade. En zij waren onder de wet. En Jezus had Jezus moeten zeggen, ja, ik weet dat jullie hebben jaren onder de wet geleefd. Nee, hij zegt, jongens, ik snap dat. Maar nu kom ik om je te laten zien wat Gods patroon is. Het heeft hem in een fight gebracht, maar daardoor is het christendom vandaag wereldwijd nog verspreid. Je kan niet je cultuur gebruiken. Je kan niet zeggen, ja maar kijk, bij mij in onze cultuur gaan we ook naar een wonderdokter, een toverdokter, al die dingen toestanden. Want sommige mensen doen dat, hè? Ze zijn in de kerk, maar ze gaan ook naar een waarzegger, al die dingen toestanden. Hé, hey, dat is niet Gods cultuur. Jij hoort een beslissing te nemen van daar stop ik mee. Ik ga nu de Heere dienen. Kan ik amen horen mensen? Oké, nou, Jezus heeft gemediteerd over Gods waarheid. Wees je bewust van je roeping. Schrijf het op. Wees je bewust van je roeping. Wij wensen elkaar God zegen toe en dat is goed. Maar God zegen is iets wat je moet kennen en erin stappen. Ik kan je de hele dag God zegen toe wensen. Als jij niet weet in je roeping te leven, gaat die zegen niet werken voor je. We gaan naar 1 Korinthe 1 vers 11. Ik voel dat God mijn zeer aan het trainen is vanavond.
1 Korinthe 1, vers 11. Wat zegt Paulus daar? Wauw. Oh, ik heb nog een paar minuten en ik ga het je in een notendop vorm geven. Je moet mediteren, man. Ja, moet nadenken. 1 Korinthe 11, vers 1 is het, sorry hoor. 1 Korinthe 11, vers 1. Word mijn, gelijk ik ook. Wie kan me snel vertellen wat hier staat? Zoek een snelle student vanavond. Hoe? Ja, als er hier staat, gelijk ook in Christus navolg. Wat zeg je eigenlijk? Iets wat je weet, man. We hebben erover gepreekt, al maanden preken we erover. Oh, jullie zitten omgekeerd te kijken. Hoe? Ja! Gratis koffie na de dienst. Dit is CC. Hoeveel zinnen? Dit is CC. Wat doet dat ding? Dit is CC, want Christus is de salving, is de Heilige Geest. Eigenlijk zegt Paulus hier, ik volg hem na, ik leef in CC met hem. Dat is wat hij zegt. Dit is CC. Eigenlijk zegt hij, leef in CC zoals ik ook in CC leef. En dit klopt met wat Jezus zegt in Johannes 14, de Heilige Geest zal constant met je leven. Maar nou is het sterk dat Paulus zegt, word mijn navolgers, word het. Kijk naar mij, ga ook die weg, gelijk ook in Christus navolg. Dus hier gaat Paulus ervan uit, wat voor mij geldt, geldt ook voor jou. Kan ik amen horen? Wil je buurman of buurvrouw zeggen, wat voor Paulus geldt, geldt ook voor mij. En nou, laat ons gaan naar Romeinen 1 vers 1. Romeinen 1 vers 1, ik ga je dingen laten zien vanavond. Als je hierover gaat nadenken, het verandert je leven als dag en nacht. Romeinen 1 vers 1. Wat zegt Paulus hier? Paulus, en wat zegt hij? Een dienstknecht van Christus Jezus. Let op, hè. Paulus een dienstknecht van Christus Jezus. Dus die man is zich van iets bewust. Kan ik aanwen horen? Hij heeft hier lang genoeg over nagedacht. Ik ben een dienstknecht van Christus Jezus. Dat is de Heilige Geest die mij leidt in mijn verlossing. Christus is de zalving, Jezus is de verlosser. Ik ben een dienstknecht. Ik dien Jezus door Christus en ik wandel in de volle zegen. Dat is wat hij hier zegt. Ik vraag me af hoeveel mensen Paulus gezegd hebben, God zegen. Weet je dat ik dat niet zo gauw lees in de Bijbel, God zegen? Hoeveel teksten ken jij in het Nieuwe Testament van, God zegen? Je leest dat je het hebt. Al zou niemand van jullie me zeggen, God zegen, toch heb ik het. Wat is hij arrogant? Nee, hij heeft gemediteerd. Want Paulus, hier, Paulus, een dienstknecht, dus je ziet dat die man wil dienen, hè. Daar moet je ook over nadenken. Wil ik dienen of heersen? Heersen is leuker, hoor. Maar dienen is effectiever. Hij zegt niet, Paulus, een heerser van Jezus. Een dienstknecht, ik wil dienen. Hoeveel hier willen dienen? Hoeveel hier willen je buurman dienen, je buurvrouw dienen? Ik zie al minder handen, maar goed, dat doet het niet. Oké, Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel. Hoeveel zien dat die man hierover heeft nagedacht? Hij heeft hierover nagedacht. Een geroepen apostel, afgezonderd tot de verkondiging van het evangelie van God. Ik wil een paar dingen onder je aandacht brengen. Hij zegt, ik ben een dienstknecht. Dus de man heeft nagedacht waar hij hiervoor is om te dienen. Weet je welke tekst leuker is?
Laat ons mensen maken op dat ze heersen. Als we die tekst horen, handen gaan omhoog, glorie, halleluja. Ben geroepen om te heersen. Maar je kan alleen heersen als je ook wil dienen. Is mooi, hè? Weet je waar je niet moet willen heersen in je huwelijk? Waar zijn de amens? Amen. Ik had hier wat aan. Oh, de enige oplossing is dat er hier geen getrouwde mensen zijn vanavond. Hoeveel willen gaan trouwen? Leer dan eerst dienen. Want in het huwelijk heersen gaat hartstikke fout. Nou, Paulus, een dienstknecht. En eigenlijk niet alleen in het huwelijk, in elke vriendschap. Als je wil heersen, gaat het fout. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, hij heeft erover nagedacht. Hij kletste niet. En dan zegt hij, een geroepen apostel. Die man heeft nagedacht. Ik ben geroepen. Ik ben geroepen en ik ga daarin leven. En dan zegt hij, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Hierover heeft hij nagedacht. En wij horen allemaal erover na te denken. Dit heeft niks met je baan te maken. Ook in je baan hoor je deze houding te hebben. En je bent geen apostel, maar wel een dienstknecht. Om te dienen, om een zegen te zijn. Dat wil niet zeggen dat je onmondig en dom bent, maar je bent daar om te dienen. Als je bij de Lidl bent, ben je daar om te dienen. Als je bij ABN AMRO bent, ben je om te dienen. Als je bij Nationale Nederland bent, ben je om te dienen. Als je in de LSM bent, ben je helemaal om te dienen. Ik ga het je een beetje lastig maken. Je bent hier om mijn vrouw en mij te dienen. Wat denkt die nou, die man? Nee, je bent hier om mij te dienen. En ik ben hier om jou te dienen. Amen. En we zijn samen hier om God te dienen. Amen. Je bent hier om mij te helpen Gods werk te doen. Alder, dat wil ik nou net niet. Oké, okay, dan zet ik Jan Klaassen hier. Maar dan ben je hier om Jan Klaassen te dienen en te helpen om Gods werk te doen. Het is een patroon. Het is een patroon. Het is niet de persoon, het is de plek, het is het patroon van God. Maar ik ben hier ook om jou te dienen. Ik ben niet om over je te heersen. Maar als je niet lang genoeg nadenkt dat je hier om me te dienen, ga je me bevechten. Want ik moet toch hier dingen zeggen die niet altijd leuk zijn. En als je niet begrijpt welk patroon het is, ga je me bevechten. Zeker als je dichter bij me komt. Maar je moet zien van, ik ben er om te... In een huwelijk is toch ook hetzelfde? Als jij in een huwelijk niet ziet dat je daar bent om je vrouw te dienen, sterkte. Bijna moet ik zeggen, gecondoleerd. Lastig, hè? Mensen die langere tijd getrouwd zijn, die denken, hij heeft het begrepen. Holder heeft het begrepen. Als je niet bent om je man te dienen, je vrouw te dienen, gaat het niet goed. Als je daar bent alleen voor jezelf, gaat het fout. F-O-U-T. En dan Nederlands, niet Frans. Fout. En ik zeg je vanavond, ik wil jou dienen. Ik wil je helpen. En samen, als we samen dienen, kunnen we Nederland naar beneden brengen voor God. En eigenlijk omhoog brengen voor God. Maar ik moet je van dienen zeggen, dienen is niet altijd leuk. Heb je wel eens een ober gezien in een restaurant? Goedenavond. Ja, wat wil je drinken? Ja, cola. En hij loopt er weg. En met een glas vol ijs. Ja, natuurlijk, natuurlijk. En neem ook nog een citroentje mee. Ja, natuurlijk. Nou, normaal gesproken zeg ik, ga zelf halen.
Je vraagt eerst om kolen. Ik ben aan het weggaan. Dan wil je nog ijs hebben. En, nou, ik heb me daarmee verzoend. Nou, wil je nog citroen ook. Maar waar ben je mee bezig, man? En dan heeft de kok heerlijk zijn best gedaan. Hij heeft het vlees gebraden. Die ober heeft het niet gebraden. Maar hij kreeg de volle laag. Ik vroeg om medium well. Oh ja, natuurlijk. Oh, ja, ik ga even naar de keuken. Misschien achter de deur denkt hij. Maar tegen de tijd dat hij weer komt, alsjeblieft. Want hij is daar om te dienen. En je zit, prins heerlijk achter je tafel. Maar straks ga jij hem ook dienen. Als je gegeten hebt, loop je naar de balie om hem te dienen. En als jij niet wil dienen, komt de politie erbij. Nou. Ik vind dit zo'n mooie preek. Ik weet niet waarom. Ik vind het gewoon een mooie preek. En dan zegt hij. Hier. Afgezonderd tot verkondiging van het evangelie. En dan zegt hij. Van Jezus Christus. Door zijn opstanding uit de doden verklaart God te zijn. Die man heeft hierover nagedacht. Van dit ding is bovennatuurlijk. Jezus Christus door zijn opstanding uit de doden verklaart Gods zoon te zijn, is bovennatuurlijk bewijs. En dan in vers 5 zegt hij, Jezus Christus onze Heer. Met andere woorden, wij behoren hem toe, daar moet je over nadenken. Ik heb erover nagedacht, ik ben van Jezus. Amen. Ik ben niet van mezelf. Als ik heel wat christen is, dan denk ik, je bent van jezelf. Je moet van Jezus willen zijn. Hem behoren wij toe. We hebben autoriteit ontvangen, en let op wat hij zegt, we hebben autoriteit ontvangen om mensen tot geloof te brengen. Het staat hier toch, hier. Ik ga het afronden hoor. Door wie wij genade en het apostelschap ontvangen. Weet u wat dit woord is? Lambano. Dit is het woord lambano. Hoeveel weten dat je alleen kan lambano als je mediteert? Ja, hij zegt, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid van het geloof te bewerken door zijn naam, voor zijn naam onder alle heidenen. Dus Paulus wist dat hij zoveel power had dat mensen tot bekering konden komen. Amen. Dit is een doordenker. Hè? Heb je al door dat jij genoeg power hebt om mensen tot bekering te brengen? Het staat hier toch? Ja, hij zegt, door wie wij ook apostelschap hebben ontvangen, dus je moet dit nemen. Je moet dit lambanoën. We hebben het ontvangen, we nemen het, we geloven, we hebben iets. En mensen gaan zich bekeren om gehoorzaamheid van het geloof te bewerken voor zijn naam onder de heidenen, ongelovigen. Dit is zo krachtig. Toen ik het las, dacht ik, wat een sterke man ben jij toch geweest, man. En dan vers 6, tot welke groep ook jullie behoren. Kijk naar het vers, tot welke ook jij behoort. Je bent ook een geroepene. Dus niet alleen Paulus is een geroepene. Jij bent ook een geroepene. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, ik ben een geroepene. Net als Paulus. En dan zegt hij in vers 7, geliefden. Dus God houdt van je. Ja, je hebt genade ontvangen. Je hebt de hoogste autoriteit. Hè? Je bent geliefd. God is onze vader, je moet het lambanoën. Nou, dat was het voor vanavond. Laat ik je dit vertellen. Hier moet je over nadenken. Je moet hierover nadenken. Je moet hierover nadenken. Je bent geroepen om een bovennatuurlijk leven te leven. En door hierover na te denken, gaan lasten van je afglijden. Ja, want je komt dan in het bovennatuurlijke leven van God. Heel wat dingen gaan proberen naar beneden te halen. Maar als je hierover gaat nadenken, krijg je een ander soort leven. Dat is de reden waarom Paulus een ander soort leven had. Wat zegt hij? Verblijd je in de Heer te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd je in de Heer. Dat kon omdat hij zelf deed. In de Filippense brief, hij schrijft vanuit de gevangenis. En het is blijdschap, 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 blijdschap. Dat is een bovennatuurlijk leven. Hier heeft God ons geroepen. Nou, dank God hiervoor. Dus leef in je roeping. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, leef in je roeping. Mediteer over je roeping. Je bent hier om een verschil te maken. Het is gekomen. Mediteer daarover. Het is gekomen. Amen.